Hier heb ik altijd water voor de vosjes klaarstaan. Dat doe ik elke dag. Geef ik ze vers water. En daar, achter de hortensia en dan onder de hortensia, daar hebben ze een hol gemaakt. En als je dan aan deze kant staat, dan zie je hier echt de ingang van het hol hier. Ik zat achter de computer hier in de kamer en ik keek zo de tuin in. Toen dacht ik, hé, wat zie ik daar nou, zeg? Ik dacht, is dat nou een kat? Ik zei, nee, het is geen kat. Het was ook geen hond. En toen zag ik ineens dat het vosjes waren. Toen zag ik vier vosjes spelen en na de hand kwamen ook de vadervos en de moedervos. Dus toen had ik ineens een hele vossenfamilie. Maar ben je daar nou blij mee, met zo'n familie in je tuin? Ja, ik vind het hartstikke leuk. Ik vind het echt hartstikke leuk. En nou ja, als ik thuis kom, meestal wat ik doe is gelijk even in de tuin kijken. Of 's ochtends als ik wakker word, ik sta meestal vroeg op. Kijk ik even uit het raam of ik ze zie, want ze zijn natuurlijk schemer- en nachtdieren. En als ik dan heel vroeg ben, dan hoop ik ze altijd nog even vlug te zien. Eigenlijk getuigt het toch wel dat die man een hele mooie achtertuin heeft, hè? Ja, en ik word echt blij zelf van natuur dichtbij. En ik denk iedereen wel. Hoe mooi is het als een wild dier in jouw tuin zijn plekje vindt? Dus ja, ik zou zeggen, daar kunnen we toch best wel blij mee zijn, hè? Maar zijn er ook nadelen? Nou, wilde dieren moeten wel een beetje wild blijven, hè? Dus wij zeggen altijd, voer die wilde dieren nou niet. Laat ze lekker wild zijn. Geniet ervan op afstand. En dan moet het gewoon ook goed kunnen gaan, zelfs midden in de stad. Dan komen ze zo uit de tuin en ze gaan hier even wat drinken. En meestal struinen ze een beetje rond en lopen ze met elkaar, zijn ze met elkaar aan het spelen. En rollen ze van de trap af en vallen ze weer over elkaar heen. En je bent Nederlands nieuws, hè, inmiddels. Ben je een beetje het vossenmannetje nu? Een vossenmannetje, ja. Een vriend van mij heet Paul van Os, je weet nu Paul Vos. Paul van Vos. Nou ja, ja, dit is, je krijgt wel heel veel publiciteit door. Ja. Je merkt wel dat er heel veel mensen het echt heel leuk vinden.